Chile, hè? Ja, nou, wie had dat gedacht, hè? Dat is even wat, zeg. Hey, we zitten nokkie. Wat zei je nou? We zitten nokkie. Ja, natuurlijk zitten we nokkie. We zitten bommetje. We zitten aan alle kanten zitten we mutje. Ja, u begrijpt zelf ook wel, hè? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er niet gebeuren? We gaan niet biljarten vanmiddag. En we hebben ook geen film vanmiddag. En er komen geen belangrijke mensen, niet uit de politiek. En we praten niet met een sportman of zo. Wat is dit belachelijk, hè? Wat is dit toch allemaal? En ik zit nog te wachten. Oh, ik denk, hij heeft iets. Ik denk, wat komt er? Gaat hij op Twitter noemen wat er niet komt? Dat is toch een gezegde dat je zegt van nou, hè, wat hebben we niet? Dan ga je toch niet zitten zeggen wat we niet hebben te doen, hè? Die begrijpt toch helemaal niks. Nou ja, laat maar gaan. U voelt hem zelf al aankomen natuurlijk, hè. U zit er helemaal tot over onze oren. Ja. Gaat het over mij, mensen? Nou, nee, Jobie. Jobie zit een mutje. Gaat het over ons? Goeiemorgen! Nou moet je voor de aardigheid eens luisteren hoe rommelig het is. Normaal heb je Nemport welk programma je nou opzet. Hè? Als je gewoon een programma, dan hoor je van goedemorgen. Hier is Hilversum 3, de NCRV. En we beginnen met Pietje Puk en die draait voor u de Riedel met Tadelwals. Nou, klaar. Maar hier zo. Die komt binnen. Zes komt binnen. Zo komt binnen. Diep in zijn rug. Diep lag van zijn oren. Kunnen we nou niet eens gewoon normaal beginnen zoals het hoort bij de NOS? He? Gewoon zoals het hoort. Geeft u daar een bon voor? Niet gek ook meer. Laten we nou eens gewoon beginnen zoals het hoort. Kom op, jongens. We gaan beginnen. Want we zitten nog niet. En hier komt oude gewoonte. Heeft u daar een bon voor? Mijn hoofd nog niet, ik zet het altijd zelf voor. Heerlijke koffie. Wat is dat nou toch iedere keer nou weer met die koffie? Maar we zeggen, er komt een oude gewoonte. Ja, maar ik bedoel natuurlijk de spreuk van de grootkop. De spreuk, knal die spreuk er even doorheen. Dan zijn we er over vanaf, hè? Is het muziekje al geweest? Ja, het muziekje is al uren geleden geweest. Kom op nou maar. De spreuk. Lekker, hè? Dan klinkt het lekker fris, hè? Hè? Het spuit het er lekker in, hè? Hoor even. Wie de schoen past, nou, hoeft hem niet te ruilen. Mooi, daar hebben we er weer gehad. En dan gaan we het over, hier, want we hebben een hele stapel met artiesten leggen. En daar gaan we allemaal doorheen jassen vandaag. Want we zitten, hè? Daar komen ze, jongens. Nou, gaan we gauw. Hier is... Nummer 1! De oudste hebben we hier gewoon. Als ik niet nodig ben, dan ga ik wel even op de hoek zitten. Nou, dat zeg ik zo ook even. Als ik nou op niet nodig ben, dan ga ik eerst even boodschappen doen. Nee, het is nou niet zo druk in de winkel. Ja, geef voor mij dan 2 kalfsvlees mee. 2 kalfsvlees? Ja hoor, een beetje dun gesneden. Nou, dat hoeft niet, hoor. Oh, nou toch! Dan gaan we weer boodschappen aan doen voor de micro. Doe nou, mensen, kom op de groot. Wie komt er? Udo Jurgens. Nou, dan ga ik zo maar even. Ja, en Udo Jurgens gaat zingen. Nou, wat gaat hij zingen? Kijk het nog te horen. Hij gaat zo zingen, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, ja. Maar hij wil eerst even bedanken, Dick. Waarvoor bedanken? Dat hij een programma mag. Ach, hij is daar heel erg blij mee. Wat zijn het toch sympathieke mensen, hè? Nou, we gaan nu gauw maar. Omdat het te laat radio... Ja, omdat het te weinig... Nou, kom op nou, start er nou, ja, dames en heren. Duits op de radio. Ja, nou, Udo Jurgens, ga bedanken. Het is begonnen, ja. Udo Jurgens, ja! Merci. Graag gedaan. Merci. Geen dank, Udo. Merci. Tuurlijk. Geen dank, Udo. Ja, hij zegt het wel tegen mij, de groot. Merci. Graag gedaan, niks meer dank. Merci. Nee, in orde, oké. Okay. Ja, laten we nou gaan zingen, want we... Merci. Ja, ik zin ik op. Nee, graag. Kom op, nou, laat. Merci. Ja, merci, klaar, merci. Merci. De
ik vind hem wel een aardige vent, die Jurgis. Jurgis, moet je wel drinken van mij, kerel? Kom even hier gezellig aan de bar, wat wil je hebben, joh? Een sherry, joh. Nog een sherry, twee sherry, ben je. Drie sherry voor mijn vriend. Alsjeblieft, een proost, hé. Dat hij mag smaken, hé. Moet je nog een je? Nog een sherry, spreek er nog een in voor mij nou, alsjeblieft, proost. En mij maar een neut, meisje. En zo kent hij wel weer in. Lachelijk, hè? En dat is even heel belangrijk deze week, want het is heel belangrijk deze week, want er is namelijk, het is wel even leuk om te vertellen. Er is namelijk een nieuwe langspeelplaat is er verschenen. Nou zal u zeggen, nou dat is niks bijzonders. Ach, dat is toch niks bijzonders? Nee, dat is niks bijzonders. Niks bijzonders, mensen. Er verschijnen toch altijd nieuwe langspeelplaten. Ja, als ik nou eens even uit mocht praten, hè, had je te lang geweten. Nou, wat is het dan? Er komt deze week is verschenen een nieuwe plaat, een nieuwe langspeelplaat van de Lange Muziekshow. Yeah! Oh, ja? En, ja, natuurlijk. En daar staan allemaal hoogtepunten op. Ach, hoogtepunten. Hoor je dat? Toos! Ja. Hoogtepunten! Wat hoogtepunten? Sta ik er ook op dan? Iedereen staat erop. En dat zijn hoogtepunten. Sta ik er ook op, Dick? Ik heb het over hoogtepunten de groot. Oh. Alle hoogtepunten uit de afgelopen Lange Muziekshow, hè, van dit jaar en zo. En onder andere een heleboel liedjes, hè. Ik zou zeggen, Willy Alberti bedanken. Ken je nog herinneren, jongens? Ken je nog herinneren? Weet je nog een beetje? Wat was dat leuk, hè? En de visite van Lady Koer. Ach, dat leuk, visite van Lady Koer. Dat vond ik toch zo leuk, ja. Ja, dat wij dat zongen. Nou ja, dat staat allemaal op die lijn. En dat leek mij leuk, omdat deze uitzending was een soort previews te laten horen van die LP. Voordat u met z'n allen naar de winkel holt om de ding te gaan kopen. Kan u hem vanmiddag opnemen? Nee, natuurlijk. We laten hem niet helemaal horen natuurlijk. Hè. We zijn ook wel een klein beetje zakelijk. Zeg, meisje, als ik nou niet meer nodig ben, dan ga ik liever even op de hoek zitten. Want ik heb nog een zakenlunch. Dat we dan gewoon een plaat gaan draaien. Oh, maar Joop, dan ga ik even met u mee. Wel, nee, als iedereen nou bent, dan... Hebben ze er ook uitsmijtertjes? Ja, hou nou maar. Hè. Laten we nou een klein stukje dus even leuk dus. Dus we gaan u even wat stukjes laten horen. Van de nieuwe Dik voor Mekaar LP. Dat is trouwens al de vierde LP die verschijnt van ons. Ja, er zijn er al drie. Ach, hoor je dat, Toos? Er zijn er al drie. Van die LP's. Oh ja? Ja, dat is de vierde al die uitkomt. Oh ja? Ja. Oh, en daar gaan we nou even dus een stukje van laten horen. De Groot, zet jij even een willekeurig fragment op. De Groot die legt nu de naald in de groef. Als het eentje kip is. Heeft u daar een bon voor? Nou, wat lachelijk. Een gloednieuwe plaat komt warm onder de pers vandaan. Hij zet al gelijk weer de naald in het etiket. Zet het nou eens netjes op. Gewoon bij het begin. Nou, kom op. Hier komt dan eens even. Laat ik even het begin horen hoe de plaat begint. Dat is wel even leuk natuurlijk, hè? Welk lied van Ome Joop? Ik weet niet van Ome. Visite. Ach, natuurlijk, dat is zo leuk. Ja. Want we hebben een andere tekst gemaakt op een liedje van Lady Koer. Hè? Die kennen u wel, hè? De Lady Koer. En die hebben een lied gemaakt van Visite. En daar heeft Ome Joop heeft daar een andere tekst op gemaakt. Ja. Is niet zo, Ome Joop? Heel wezen. En die gaan we met z'n allen in koor zingen. Ja, we hebben koor, hebben iedereen de tekst, weet je? Meneer Van Drimmelen. Papier. Meneer Van Drimmelen doet u ook mee? Ja, tuurlijk, iedereen doet mee, meneer Van Drimmelen ook, hè? Heeft u daar een bon voor? Ja, nou, laat dat maar zitten. Nou, iedereen de tekst, jongens, daar gaan we allemaal klaar. Ja. Ome Joop klaar, daar gaan we. Leuk, hè? Ja, hoor. Ik ben klaar.
Nou, wij hoeven nog niet. Wacht wel even. Wacht wel even. Visite, visite, een huis vol visite. Ik gooi ze het liefste meteen in de gracht. Het is altijd een bende, het is niks dan ellende. Dat was in mijn dromen van acht. Visite, ze zijn om te schieten. Ze komen altijd als je het juist niet verwacht. Zo zat als een kever door al de jenever. Dat was in mijn dromen, mijn dromen. Zijn het parkieten, ze blijven vaak hangen tot diep in de nacht. Ze blijven... Nou, wat is dat? Midden in een lied van Opie Joop, zet in die plaat, ja! Ik zet hem even een stukje verder. Oh ja, we laten anders, zo even anders, wat fragmenten horen. Anders nemen ze hem op en dan kopen ze hem niet meer. Kijk maar, hoop nou maar. Dat volgende fragment, welk fragment is dat te groot? Dat is het tweede fragment. Ach, dat is het tweede fragment. Ja, komt ie dit? Ja. Sorry, hoor, ik zal het gelijk maar weer volbruimen, hè? Ja, dat zou maar doen, Harry. Want er komen heel belangrijk. Dat komen heel belangrijk. Dat is heel erg leuk wat er nou gaat gebeuren, hè? Dus, ga geruimen, ten vol. Ja, oké, Harry. Dat is heel erg leuk. Moet ik soms een beetje helpen, meneer Jan? Nou, het gaat nou, hoor. Het gaat nou. Ik heb het zo opgeruimd. Ja, denkt u echt? Wacht, lekker al die schermen. Dat is helemaal niet erg, hoor, om te doen. We gaan verder met het programma. Ik ben wel gewend. Zoals ik al zei, we gaan dus gewoon verder met het programma. En de volgende artiest, de groot, misschien kun jij even zeggen wat er komt. Dat is wel even leuk. Ja, nou, er komt niet één artiest, hoor. Ik Er komen twee artiesten. Oh, er komen twee artiesten. Nou, is dat klaar daar? Nou hoor, ik heb het. Mooi. Wie? Twee artiesten? Ja, Francis Goya en Karel Goya. Ach, had hij een broer? Dat wist ik helemaal niet. Francis en Karel Goya. En, ja, die kennen wel, die gitarist. Is hij nou met zijn broer? Ja, de familie heeft erop aangedrongen. De familie heeft erop aangedrongen? Ja, dat hij met zijn broer gaat spelen. Oh, is hij er zelf niet zo blij mee? Ach, daar heb je ze al. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Goya. Ik ben Francis Goya. Ja, wat speelt u? Ik speel gitaar en hier Karel die speelt trompet. Nou ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Speelt, hij doet ook mee, zal ik maar zeggen. Oh, u bent er niet zo blij mee? Nee, ik ben er helemaal niet blij mee. Maar ja, u zal het wel horen. Wij willen dan graag voor u gaan spelen. Oh ja, zal ik dat even gaan komen? Ja, dan ga ik vast, pak ik vast mijn gitaar uit. Dames en heren. Hier komen Francis en Karel Goya. Francis op de akoestische gitaar. Ja, akoestische gitaar speel ik, ja. En Karel op de akoestische trompet. Nou, akoestisch. En ze gaan voor u zingen, spelen het sinaasappelsapconcert. Sinaasappelsapconcert, wat is dat nou weer? Sinaasappelconcerto d'Aranjos. Ja, voor het concerto Orange Juice. Sinaasappelsap. Nou ja, laat maar gaan, we horen het wel weer. De familie Goya. Ja! Nou, dan ga ik. Jij zit in. Wacht nou even. Wacht nou even, man. Hoe lijkt het orkestje? Man, man. Tranen schieten in mijn rug, wil je dat geloven? Ik kan niet eens melodie houden, die gek. Hoor dan. Da da da. Ik speel luister nou. Da da da. Da da da. Da da da. Da
het altijd zo. Het gaat altijd zo, het lijkt helemaal nergens op. Da, 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 da. Ik vind het wel mooi. De platenmaatschappij verwacht een dikke hit. Dikke hit, die ze doet in orde. Hey, dikke, ik ga hem nog opzetten hoor. De grote doe je toch belachelijk, hè? Maar met een ander stukje, binnen in een liedje rasten die platen weer tussenuit, hè? Dat doe je toch een beetje beschaafd, dan doe je de... Nou ja, de kern is nu, dit was dus het tweede fragment. Zo in ieder geval die nieuwe LP die deze week uitgekomen is. Ja, daar draaien we even op, de grote draait de LP even om. Laten we even een ander stukje horen. Zomaar even wat willekeurige fragmenten uit de LP. Hoogtepunten uit de Lachen met Schiet Show, deel 4. En het volgende fragment, te groot, wat is dat? Dat is fragment nummer 3. Fragment nummer 3, ja! Daar komt er dik. De koffie! En gooi neer die zooi! Ja, dan gaan we gewoon eens beginnen, hoor hoor. Kom op, wie komt er welk artiest? En laten we nou eens duidelijk wezen, het kan toch zo zijn? Ik begrijp het niet, hè. Waarom het altijd zo'n zootje? Ik begrijp het niet. Nou, wat begrijp je niet, dik? Wees, ik heb op de hoek zitten hoor, ik hou het niet meer vol. Ome Joop, wacht even, want er komt heel iets leuks. Dan ga ik hollen. Ach, wat komt er voor leuks, meneer de Geel? Nou, we hebben op het strand staan de Sunstreams. En die hebben een speciale opnamestudio op het strand gebouwd voor ons. Ach, wat leuk, gaan we naar buiten? Ook dat doe ik mijn jas al hoor. Ja, dan ga ik mee, ja. Dan gaan we naar buiten. Dan gaan we naar het strand en we gaan luisteren naar de Sunstreams. Ja! Oh, daar zijn we al. Zo kijk ik wat een golf, hè. Daar zijn die Sunstreams. Dat een beetje te snel, weet je. Nou, dat maakt niet uit, hè. Het waait lekker. Oh, daar zijn de Sunstreams. Ja! Ja, maar ze moeten wel oppassen, het wordt dadelijk vloed natuurlijk, hè. Kan bijna niet meer, Dick. Ze luisteren ook helemaal niet. Ze zingen maar door, ik begrijp het. Heren, het water, kijk dan tot aan hun nek al. Nou, hoor dat ze staan. Hoor die mensen, waar de mensen? Haal de redding. Belachelijk, waarom zit je dat nou niet een beetje? Ik denk nou, dat is leuk, dan laten we wat leuke fragmenten. Maar als je dat toch erop en eraf hoort krassen, zit het nou eens netjes op, gloednieuwe LP. Maar onder scopus heen. Ja, dat hoef je toch niet zo te krassen. Het volgende fragment, dat is ook heel leuk, dat kunt u zich ook waarschijnlijk nog wel herinneren. Hè? Dat is een keuze van de Groot. De Groot, welk fragment was het ook alweer? Ik geloof het vierde fragment. Het vierde fragment? Ja. Wacht even, dit gebruik ik even met liefjes, dan heb ik het zo, hier, en dan haal ik deze zo naar beneden. Nou, voorzichtig nou, hè! Ja, dan haal ik hem zo naar beneden, kijk, dan gaat hij hier, dan gaat hij heel langzaam. Hartelijk welkom, Prins Bernhard, hartelijk welkom! Ook namens mijn schoonmoeder. Ja, dat is je schoonmoeder, koninklijke hoogheid, leuk dat u hier bij ons in de Lachen met Schiet Show bent. Om daar een nieuwe plaat te lanceren, want dat is de grote verrassing. Ach, wat hoor ik! En Prins Bernhard een plaat gemaakt! Ga je het wel, wat ik hoorde? Ja, stil nou even, laat me nou even vertellen, dan hoor je precies wat er aan de hand is. Hartelijk welkom, koninklijke hoogheid. Leuk dat u hier in de Lachen met Schiet Show aanwezig wilt zijn. Goedemiddag, ik ben meneer De Groot. De Grootje praat door de prins heen! Oh ja, maar ik wil ze graag even een hand geven. Ach, natuurlijk, dat is altijd mogelijk. Hè. Hoe maakt u het? Oh ja, ik ben De Groot. Dag meneer De Groot. Hoe maakt u het? Fijn, dank u wel meneer De Groot, heel goed. Ja, bijzonder aangenaam, ja. Ach, wat leuk, zou ik even een handtekening kunnen krijgen? Gaat toch niet een hand, belachelijk, hè? Het is toch geen filmster? Doe nou even! Hartelijk welkom. U heeft een plaat gemaakt, heb ik mij laten vertellen. Ja, inderdaad. Ik heb een grammofoonplaat gemaakt, naar aanleiding van de grammofoonplaat van Willy Albertsen. Hij heeft daarin een dankwoord uitgesproken aan mijn vrouw.
En wij waren heel erg geroerd. Ja, iedereen was geroerd. Ja, hè? Maar wij waren ook geroerd. Hè? Tranen biggelden over mijn wangen toen ik het hoorde. Op dat moment natuurlijk. Hè? Ik heb echt zitten huilen in mijn stoel. Mag de prins even de grote? Ja. En toen belde de platenmaatschappij, mijn eigen maatschappij, belde mij op. Om te vragen of ik misschien een dankwoord terug wilde maken aan Willy Alberti, die gaan me volplaten. Ik wilde het eerst niet doen, ik was heel erg hees. En ik was dus omdat ik geroerd was. En toen belde mijn schoonzoon Klaus belde mij op en die zei, pa, hij doet mij altijd pa, en je moet het doen. Nou, ik ben heel benieuwd meneer. Ja, wij zijn ook allemaal heel benieuwd. Ja. Nou, dames en heren, hier komt dan het dankwoord van prins Bernhard aan Willy Alberti. Ja, dat kennen we wel, hè, Dick? Ja, want dan zijn ze zelfs bij de cross leden voor weggelopen. Ja, de grootje krast! In ieder geval, dat wat nu kwam, dat weet u natuurlijk wel, Willy Alberti, hey, bedankt. Dat is heel bekend, hè, momenteel, in alle hitparades. Ja. Wat is er nou toch? Ik ben vergeten het liffie te gebruiken. Ja, dat was duidelijk te horen. Maar we laten u nog een leuk fragmentje horen, wat ook wel nog vers in uw geheugen zal liggen. Maar het staat dus ook op de plaat en dat is het fragment, de grote, was het ook alweer? Ja, ik vraag me af, zullen we nou eerst het 6e fragment even doen of nu eerst het 5e? Wat doen we? Wat maakt het, dat hoor je toch? Of het nou 5 of 6 of 7? Wat maakt het nou en wel, wat komt er? Al dan neem ik eerst het 6e fragment. Oh nee. Ach, dat zijn er twee. Wat leuk. Twee mensen daarbij. Oh, daar komen ze al. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Zo, die hebben nogal wat instrumentarium. Heren, voorzichtig. Wat een uit voor de rol. Oh, oh, de orgel valt. Ja, wat een toet. Dat hele orgel is gevallen. De grote helm even daar. Nou, ik hoop dat het zal eens even kijken. Kan u het nog heel krijgen, denk u? Nou, ik zal proberen. Zal ik u even helpen, meneer Winkel? Nou, zo opzet, zo. Ja, die draadjes hangen. Ja, hij zal niet meer klinken zoals het hoort, denk ik. Er zit daar nou, een hele meevallen. Ik zit een hele duik in die spiegel, kijk. Een hele duik in. Dames en heren, ik vraag dus uw aandacht voor de linkerkant. Wacht even, Dick, ik moet de stekker nog even. Ja, hoor. Oké, nou, kijken wat we ervan kunnen maken. Dames en heren, de Lenko's op het elektronische orgel. Wat het was, zeg. Ik absoluut niet meer wat het was. Zeg. Het klonk echt massaal, maar dat is het nou niet meer, hè? Oh, nou houdt hij daar helemaal mee op. Nee hoor, dat doen we niet meer. Nou, dat is jammer. Dan gaan we verder met de volgende artiest. En de volgende artiest... Ik had dit toch wel even... Goedemorgen, meisje. Hé, daar ben ik, hoor. Ja, zeker nog even maar onderbreken, hè. Wat nou weer? Oh, dat is meneer Van der Linko's, hè, Joop. Van der Linko's? Ja, ik neem mijn orgel is net gevallen. Vind ik een beetje vervelend. Nou heb ik een opname bij me. Dan kun je horen hoe het orgel normaal behoort te klinken. Ja. Dat wordt gespeeld door Jan Jansen. Zal je hem even laten horen hoe hij normaal klinkt? Ik zet hem wel even op voor. Nou, dat was het enige exemplaar. Hoor je wel? Zo klinkt hij normaal. En ik heb dit. Hoor je verschil? Dat komt natuurlijk omdat hij gevallen is. Hè? Dan krijg je dit van. Als u even een trappie geeft aan de andere kant. Ja, dat helpt niet, hè. Nee, inpakken maar jongens, inpakken maar, het wordt niks. Wel, ja, en zo zijn er nog diverse leuke hoogtepunten dus op deze LP te vinden. Het is tijd voor de prijsvraag. Ja, het is tijd voor de prijsvraag. De prijsvraag, maar dat is even een probleempje, want dat is namelijk zo, er is deze week geen prijsvraag, vandaar dat we dus even tijd hadden om de nieuwe LP te laten horen, althans een aantal gedeeltes van deze nieuwe... Nee, er is geen prijsvraag, er komt zo door de paarsdrukte en zo is de post al wat te laat binnengekomen. En daarom doen we de prijsvraag van vorige week, die wordt dus volgende week wordt die dus beantwoord. Dat lijkt me het meest logisch om te doen, hè. Dus deze week geen prijsvraag, volgende week een dubbele.
zojuist tegen mij. Het is misschien wel handig om even een nieuwe opgave te doen. Dus dat zullen we maar even snel doen dan. De groot laat even snel een nieuwe opgave horen. En die geldt dan dus gewoon met een nieuwe opgave. En de volgende week hoort u dus de uitslag van de Nou ja, in ieder geval volgende week zijn er twee klaar. Kom op, nieuwe opgave. Klaar, wat een gezeur allemaal zeg. En steeds als... Ik hoor het, de groot. Waarom krijg ik geen gehoor als ik je bel? Staat in het etiket! Heeft u daar een bon voor? Nee, er bestaan geen bonnen voor! Dat is dus de vraag van deze week. Waarom krijg ik geen gehoor? In CFV, de donkerbruine bergheid. En Schuttersweg 18, kan ik mij verliezen. Ja, en het werd gezongen door John Lamers. Maar dat weten we wel, dat weten we wel. Ja, dat hoeft er niet op. Dus volgende week twee oplossingen. Deze en die van de vorige week. Ja, en dan is het intussen, doordat we dus een nieuwe LP hebben kunnen laten horen, is het al snel de hoogste tijd geworden. Voor... Ja, dames en heren. Nou, een beetje snel, we hebben geen tijd meer. En de 30 seconden van meneer de Groot. Hallo, fans. Ja, hallo, fans. Klaar, kom op, knal hem eruit. Boom, boom, boom. Ik heb hier een voetbaltrainer met ouderwetse methoden. Nou, en? Leo Beenhakker. Leo Beenhakker, wat een gillige, wat een gillige. Het staat op een camping en je hebt er niks aan. Nou. Impotentie. Hij is goed. Moet u ook lachen? Ik heb wel hoor. Het zingt en het is radioactief. Oscar Harrisburg. Oscar Harrisburg. Het zingt en het slaapt luidruchtig. Nou. Het snurker mannenkoor. Het snurker mannenkoor. Wat een gillig. Nou. Wat waren ze? Mooi! Nou, dat was het dan weer. Dat was dit. Hey, denk hoeveel kost die LP nou? Die dat weet ik niet wat die kost. Dat horen de mensen in de winkel. Vanaf nu dus in de winkel. Is die erg duur, denk je? De nieuwe LP van de Lach of een Schietshow. Hey, en met een beetje mazzel liggen de andere drie er ook nog. Ja. Dit was dit. Hey, zou ik korting krijgen? Dat weet ik niet. Gaan we naar de winkel toe, klaar. Dit was Dik voor elkaar, productie. Had ik.